Ken je dat? Dat je wegloopt van een gesprek en denkt, wat is er nou eigenlijk allemaal gezegd? Of, ik had eigenlijk daar nog wel wat meer over willen vragen. Dan zijn dingen eigenlijk helemaal niet zo concreet als dat je dacht dat ze waren. Een gesprekstechniek die je daarvoor kan gebruiken is de LSD. Wanneer wil je deze techniek nou gebruiken? Bijvoorbeeld bij een functioneringsgesprek. Stel je bent een beetje gespannen en je weet dat er veel gezegd gaat worden. Wat zou je dan als eerst moeten doen? Luisteren. Luisteren wordt actief luisteren. Je wilt de ander namelijk echt laten weten dat je aandacht hebt voor het gesprek. Hoe doe je dat? Door middel van oogcontact, knikken, hummen en een actieve houding. Nadat we het luisteren hebben gehad, komt het moment dat je wil gaan herhalen wat de ander heeft gezegd. Het samenvatten. Waarom willen we een samenvatting doen? Omdat we op die manier wat meer regie houden over het gesprek. We kunnen controleren of we het goed hebben begrepen. En je stimuleert je brein om dingen wat beter te gaan onthouden. Hoe doen we dat dan? Nou, allereerst beginnen we met een aankondiging. Deze kunnen we heel letterlijk doen door te zeggen, ik ga het even samenvatten. Of we doen het wat onduidelijker voor de ander door te zeggen, als ik het goed heb begrepen. Daarna zorg je ervoor dat je de woorden van de ander goed herhaalt op basis van inhoud en gevoel. En uiteindelijk rond je af met de controlevraag. Om ook daadwerkelijk te checken of je het dus goed hebt begrepen. Stel je zit dus in dat functioneringsgesprek en je krijgt net feedback te horen dat je soms wat te passief bent. Dan wil je dat samenvatten en dat kan je doen dus door te zeggen. Dus als ik het goed begrijp, zeg je dat ik soms wat te passief ben en zou je graag willen dat ik iets meer van me laat horen tijdens een vergadering. Klopt dat? Als je collega dat misschien niet zo bedoelt, dan kan hij daar wat op inhaken. En als hij dat wel bedoelt, zegt hij ja, dat klopt. En dan krijg jij de mogelijkheid om te gaan doorvragen. Dus we hebben luisteren gehad, samenvatten en nu gaan we doorvragen. Een doorvraag, daarvan wil je dat die open is. Dus je begint je zin niet met een werkwoord, maar met wie, wat, waar, waarom, welke, wanneer of hoe. Op die manier stel je de meest open vraag. Gaan we terug naar het voorbeeld? Dan kan je dus vragen, wat bedoel je precies met passief? Of hoe zou je graag willen dat ik meer van me laat horen? Op die manier ga je dus ervoor zorgen dat je de situatie concreter tot je gaat krijgen. Na een goede doorvraag komt vaak weer een uitgebreid antwoord. En die kan je dan ook weer LSD'en. Dus je gaat actief luisteren, je vat samen, zodat jij meer regie hebt op het gesprek. En ook jezelf kan stimuleren voor die doorvraag. Die stel je open, zodat je zo concreet en helder mogelijk antwoord weer terugkrijgt. Klinkt het samenvatten nou een beetje gek? Dat begrijp ik. Maar ik wil je echt uitdagen om het eens toe te passen op het terras met een vriend of vriendin als hij een verhaal aan het vertellen is. Of bij een collega bij het koffieautomaat. En ben je dan nog niet overtuigd? Vraag dan eens aan de ander om jouw verhaal samen te vatten. Dus ik zou zeggen, probeer het eens en ga allemaal lekker LSD'en.